In het programma KIKV werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan het stroomlijnen van de informatieuitwisseling, aan de hand van een afsprakenset. Deze video legt uit hoe de gegevensuitwisseling straks verloopt. Ketenpartijen, zoals zorgkantoren, de NZA, de IGJ en het Zorginstituut, vragen voor de uitvoering van hun taken, zoals toezicht of kostenonderzoek, gegevens op bij zorgaanbieders. Binnen de KIKV-methode beantwoorden zorgaanbieders deze verschillende vragen met een standaard gegevensset. Per uitvraag wordt vastgesteld welke vragen er gesteld mogen worden en hoe daarop te antwoorden. De zorgaanbieder stuurt alleen de antwoorden op de vragen terug naar de ketenpartij, zonder hierbij andere gegevens te delen. In het programma KIKV wordt gewerkt aan een volledig geautomatiseerde uitwisseling van gegevens. In de praktijk werkt dat als volgt. De ketenpartij stelt digitaal de vraag aan een bepaalde groep zorgaanbieders. Bij het stellen van de vraag identificeert de ketenpartij zich en toont aan dat de vraag gesteld mag worden conform de KIK-V-afspraken. In de vraag geeft de ketenpartij ook mee wanneer deze antwoord verwacht en op welk digitaal adres. De zorgaanbieder verzamelt de gegevensset in een datastation. Het datastation stelt de zorgaanbieder in staat geautomatiseerd antwoorden samen te stellen en te berekenen. De zorgaanbieder controleert de antwoorden voordat deze digitaal aangeleverd worden op het opgegeven antwoordadres. Niet iedereen is direct in staat om op deze volledig geautomatiseerde manier te werken. Uitwisseling met partijen die handmatig werken moet ook nog mogelijk zijn. Het programma KickV biedt hiervoor de Kickstarter. Dit is een tijdelijke oplossing waarmee een ketenpartij die op de nieuwe manier werkt, ook gegevens kan uitwisselen met zorgaanbieders die nog op de huidige, vaak handmatige manier werken. En andersom. Een ketenpartij die op de handmatige manier werkt, kan door de Kickstarter ook uitwisselen met zorgaanbieders die al geautomatiseerd gegevens beschikbaar maken. Op deze manier is het voor alle partijen mogelijk om vandaag nog te starten met KickV. Om zo in de toekomst door te groeien naar een volledig geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Meer weten? Kijk op onze website of mail met infokikv.zinl.nl